Ik weet het niet zeker, maar ik hoop het wel. Ja, want ik ben ook zelf vluchteling geweest en mijn moeder en ik zijn in die tijd ook heel erg geholpen. Ja, ik denk het wel. Ik zal het altijd proberen in ieder geval. Niet iedereen heeft de moed om vluchtelingen of onderduikers te helpen. Studenten van de Han laten in hun project Helpt Elkander zien hoe inwoners van Velp in de oorlog wel de moed hadden om onderduikers te verbergen. Ja, voor de verhalen hier uit Velp, die eigenlijk nog niet heel bekend zijn onder de jeugd, vooral de oorlogsverhalen met betrekking tot de vluchtelingen dan. En ja, die zijn dan gemaakt door de Stichting Velp voor Oranje en aan ons was de taak om dat onder de jeugd weer onder de aandacht te brengen. Onderdeel van het project Helpt Elkander is de gelijknamige televisieserie, die op Omroep Gelderland zal worden uitgezonden. De serie in het kort laat zien wat je kan doen eigenlijk. En wat voor goed het is om na te denken over hoe kan je een ander helpen in nood. Een van die onderduikers is rabbijn Soetendorp. Hij dook op 2-jarige leeftijd onder in Velp. Volgens de rabbijn is elkaar helpen enorm belangrijk. Elk kind dat onbeschermd is in de eerste 3 jaren van ons leven en niet zelf voor zichzelf kan zorgen, dat wij ervoor zorgen dat wanneer ook waar ook geboren, dat kind bescherming krijgt. Het project van de Han wordt gebruikt in de bovenbouw van het basisonderwijs. De tv-opnames met rabbijn Soetendorp worden volgend jaar uitgezonden bij Omroep Gelderland.